Eliezerbit, hoe gaat het met jou? Ja, nu wel beter, denk ik. Dat de rugperikelen bijna over zijn. Dus ik ben blij om hier terug aan de start te staan. Het is mijn eerste wedstrijd van de zomer, dus dat is altijd moeilijker. En zeker met een iets mindere conditie was het wel al een paar dagen afzien voor mij. Wat is er eigenlijk gebeurd in dat mountainbiken? Is dat tegengevallen of is het echt puur de rug die je apart gespeeld heeft? Ja, het is voornamelijk de rug die al sinds eind maart eigenlijk vlak na het crossseizoen wat begon op te spelen. En ook niet super veel rust genomen, omdat ik toch wat meer tijd wil investeren in het mountainbiken. En op een duur zei het lichaam nee. En dat was tijdens de wedstrijd in Alpstad wat dat wel heel jammer was. Wat heb je moeten doen? Gewoon rusten? Ja, vooral rusten, core stability en voor het lichaam zorgen, wat ik misschien de laatste tijd iets te weinig gedaan had. En ik hoop dat het nu onder controle is. Nu heb ik toch 3 dagen al geen last gehad. Maar ik denk dat de moeilijkste dagen er nog aankomen morgen en overmorgen met warme weer en het lastige parcours. Dus ik denk na volgende week dat ik zeker meer weet over de rug. Wat dat mountainbiken betreft, zit dat nu even in de frigo of misschien nog dieper? Well, het was altijd de bedoeling om na de mountainbike in Leogang toch te stoppen en een wegprogramma te rijden. Dus Leogang is nu geweest. Misschien ook nog het BK mountainbike, maar dat weet ik nog niet zeker. Eigenlijk vanaf juli is het toch alweer richting crossseizoen voorbereiding. Dus het was sowieso wel een beperkter programma. Maar ik denk dat nu in de koelkast zit, tot zeker volgende zomer. En dan een nieuwe poging? Hopelijk wel, ja. Ik denk eens dat mijn rug 100% is, dat we weer tests moeten doen of dat niet terugkomt in mindere mate. En moest dat het geval zijn, zou dat natuurlijk niet vast zijn voor mijn carrière. Dus het is een beetje wikken en wegen en ook met de ploeg bekijken wat dat we gaan doen. Maar ik doe het enorm graag en ik zou er toch mee willen verder gaan. Heb je ambities in deze ronde van België nog? met deze conditie is het heel moeilijk. Ik heb al 2 lastige dagen achter de rug. Ook met warme weer en mijn pollenallergie. Dus ik denk niet dat dat voor mij is deze week. Maar ik ben heel content dat ik weer wedstrijd kan rijden. En ik heb het zeker nodig om terug op een deftige conditie te komen richting het crossseizoen toe. Hoe ziet u verder het programma er nog uit? BK op de weg in Middelkerken. Dan ook nog een individuele stage in juli. Tour d'Alsace rijden we nog. En dan is het eigenlijk in augustus richting het crossseizoen ook nog stage met de ploeg. En denk, half september is het alweer cross, dus we moeten maken dat, ook, dat we fris aan de start van het crossseizoen staan. Dus het is niet superveel dat we nog op de weg rijden. Ondertussen in de actualiteit, corona woedt opnieuw. Ben jij ermee bezig? Maar eerlijk gezegd, tot vanochtend niet, nee. Maar toen las ik wel dat er redelijk veel ploegen ook in de Ronde van Zwitserland uitgestapt waren. Dus ik denk dat iedereen wel extra alert is. Zeker nu ook terug op hotel, het is iets moeilijker. Ook omdat nu weer alles toegelaten is, dus het is extra opletten. We hopen dat tegen crossseizoen helemaal van de baan is. Ja, dat kan niet. Ik denk dat we nu in het verleden al geleerd hebben dat we ermee moeten leven en mee moeten omgaan. Dus het gaat nooit weg zijn en het zal elke winter wel opkomen. Dus als iedereen op tijd de nodige maatregelen uitzet, denk ik dat we moeten voorbereid zijn op een crossseizoen met het publiek. En met corona ook, dus ik denk dat dat wel kan, maar iedereen moet extra voorzichtig zijn.